Was de bal binnen of buiten? In deze video leg ik uit met behulp van een aantal wiskundige berekeningen of de bal buiten of binnen was. Heeft Ajax recht op dit doelpunt of is PSV toch benadeeld? Eerst kijken we naar de afmetingen van het veld. Gelukkig staan deze afmetingen vast, anders was het onderzoek nooit gelukt. We weten de positie van de camera ter hoogte van de 16-meter lijn. Het veld van PSV is 105 meter lang. 105 min 16 is 89 meter. De hoek van de 16-meter lijn is op 13,8 meter van de zijlijn. Voor de camera pakken we een aanname dat deze 5 meter van de zijlijn staat. Kijkhoek is dus tangens is overstaand gedeeld door aanliggend. Dat is dus 16,8 gedeeld door 89 is 12 graden. Dit kan ook iets afwijken, later meer hierover. Een bal is 23 centimeter. Met deze informatie kan je uitrekenen wat de afstand is van de bal tot de lijn vanuit dit camerastandpunt. Deze afstand is circa 5,4 centimeter. Dit kun je letterlijk met een lineaal meten, het is immers op schaal. De bal hing circa 1,5 centimeter in de lucht. Ook dit kan iets afwijken, later meer hierover. Met deze informatie kun je een bovenaanzicht maken wat er dan zo uitziet. A is bekend, een halve bal. Hele bal was 23 centimeter. Een halve bal is dus 11,5 centimeter. D is gelijk aan A, dus deze is ook 11,5 centimeter. C was ook bepaald. Deze was 5,4 centimeter. AC is dus 11,5 plus 5,4 is 16,9 centimeter. Nu wordt een cosinusberekening gebruikt. Cosinus van 12 graden is aanliggende rechthoekzijde, BD, gedeeld door schuine zijde, AC, deze was 16,9 cm. Oftewel, aanliggende zijde, BD, is cosinus van 17 keer 16,9 cm, is 0,978 keer 16,9 is 16,5 cm. B is Bd min D, dat is dus 16,5 min 11,5 is 5 cm. Kortom, de bal is 5 cm over de lijn gegaan. De bal was uit. Ik heb twee keer gebruik gemaakt van aannames. Dus stel, de 5,4 cm van de bal tot lijn is niet 5,4, maar 1,5 cm. En de hoek was niet 12 graden, maar 25 graden. De marges zijn dus flink veranderd in het voordeel voor Ajax. Dan zou BD 11,8 cm zijn en B dus 0,3 cm. Nog steeds zou de bal over de lijn zijn geweest. Conclusie: de bal was uit en PSV is bestolen door de VAR.